Angela van der Kooi, voorzitter van het Centrum voor Communicatie en Public Relations, CCPR, zegt dat gelijkwaardigheid essentieel is voor succesvolle communicatie. Hiermee bedoelt de communicatiedeskundige dat mensen met liefde en respect moeten communiceren, waardoor de andere partij zich niet aangevallen voelt. Van der Kooi, die met het communicatieplatform al 4 jaren aan de weg timmert om kennis uit te wisselen, zegt dat dit doel een voortdurend proces is. Volgens Van der Kooi kan de communicatie op diverse vlakken verbeterd worden. Als ik daarnaar kijk, dan zeg ik, maar ook gewoon om me heen, dat we veel meer met liefde en respect met elkaar kunnen communiceren. De juiste manier is altijd als je in dialoog gaat met de ander. Dat je op zoek bent naar die verbinding. Dus dat je gaat kijken, waar zitten de raakvlakken, waar kunnen we elkaar vinden. Ik leef me in de ander en ik ga in gesprek met de ander. Hoe lastig het onderwerp ook is, hoe vervelend je het ook vindt, maar als je in dialoog blijft, en dat op een liefdevolle en respectvolle manier doet, dan kun je op een gelijkwaardige manier communiceren. Soms kun je inleven in een ander, maar je uit dat niet. En dat is hartstikke belangrijk. Ik geef altijd wel eens een voorbeeld tijdens mijn trainingen waarbij bijvoorbeeld een leidinggevende belt naar een medewerker die pas is geopereerd. En die dan vraagt hoe het is gegaan en hoe is de operatie verlopen. En op een bepaald moment in het gesprek vraagt de leidinggevende, en wanneer begin je met werken? Op dat moment kan degene die ziek is het idee hebben dat je al die vragen hebt gesteld, maar dat je eigenlijk helemaal niet interesseert, want je stelt me meteen de vraag, wanneer kom ik werken? En dat is wat ik bedoel met die connectie maken en op een gelijkwaardige manier communiceren, maar je ook inleven in de ander. Verder zegt Van der Kooi dat CCPR verschillende trainingen verzorgt. Ook in 2020 zal er kennis uitgewisseld worden als het op communicatie aankomt. In april 2020 zal er dan ook een groot communicatiecongres georganiseerd worden. Het is een politiek congres waarbij we dus gaan praten over de communicatie rondom de verkiezingen. We gaan praten over bestuurlijk leiderschap en we gaan praten over burgerparticipatie. Dat zijn de 3 thema's die aan de orde komen in de vorm van seminars, workshops, kadertrainingen, een politiek podium, een politieke beurs. En het is toegankelijk voor elke burger in Suriname. Angela van der Kooi, voorzitter CCPR. Ze drukt een ieder op het hart een communicatievoornemen te hebben voor 2020 en stapvoets na te gaan hoe zij dat kunnen bereiken.